Samen te zien. Ja, dat is een oplossing.
Een verrassing, verrassing. Anders is het allemaal begonnen met Linde Engo. En Linde is mijn hartsvriendin. En in 2008 was het plan nog helemaal niet geboren. Het is maar eigenlijk door een expositie met haar te doen in 2008 dat alles beginnen lopen is. En op een bepaald moment zei een vriend van mij, Ninja, waarom zoek je niet een plek in Lathem? Daar staat een pand. Ga eens gaan kijken. En dan is alles in een stroomversnelling gegaan. En voordat ik het wist, was ik in december was ik hier al geopend in het eerste pand, maar dat kun je hier duidelijk zien. En het eerste stuk is eigenlijk hier, wat we op het terras zien, dat is eigenlijk het eerste deel van de galerij. En dit is het nieuwe gedeelte. En Linde, hoe ken ik haar? Wel, we kennen elkaar van ons 12 jaar. Het is mijn hartsvriendin. En zonder haar zou ik hier niet staan. Dus zij is wel een heel belangrijk gegeven bij de start van Art Center Horus. Alleen gedaan. Ik heb fantastische mensen rondom mij, ik heb fantastische artiesten, mijn medewerkers en ik heb ook een fantastische gemeente, Sint-Martens-Lathem, waar ik heel trots op ben. Art Center Horus presenteert hier vaste kunstenaars en ik wil hen overal brengen, niet alleen in Lathem. Ik heb ook een kijkappartement ingericht om jullie nog een beetje meer verliefd te laten worden op de kunst, want nu zie je het werkelijk in een woning, geïntegreerd. Samen met enkele heel mooie partners, want ook dit is niet een realisatie dat ik alleen uitgevonden heb. Ik heb heel mooie partners, die zijn vandaag bijna unaniem aanwezig. Ook deze mensen wil ik toch nog eens bedanken voor hun inzet, want ze hebben tot de laatste minuut gewerkt. Ik heb heel veel geëist, ik heb het gekregen en zoals ik al zei, ik ben daar dankbaar voor. Alsjeblieft, geniet, kijk, drink, eet en laten we er een gezellig gevoel van maken. Dit is geen verkoopsavond, maar dit is een avond om te genieten. En uiteraard hoop ik dat jullie verliefd worden. Hè. En ik zou zeggen, tot de volgende zittijd. Dankjewel. Beelden staan daar ook toch, hè? Vond het niet binnen in het appartement? Ik vind dat ze zo mooi staan. Je wist het. Ja, ik vind dat wel hier vrij schoon staan. En deze? Ik wil eigenlijk met het kijkappartement wil ik tonen dat een interieur, wat doe ik met een interieur? Dat is eigenlijk sfeer scheppen. En als we Rietje hier zien en bijvoorbeeld Riek van de Wallen, dit past echt in het kader, in deze kamer. Het is natuurlijk een heel persoonlijk gegeven om iets in te richten. Als we dan doorgaan, komen we in een sfeer waar het groen overheerst. En waarom heb ik deze kleur gekozen? Omdat dit ook terugkomt in de tuin. Dus het olijfgroen, het zachte, als we nu kijken door het raam, dan zien we ook dan diezelfde kleuren terugkomen. Dat was eigenlijk mijn beslissing om hier met de groene kleuren te werken. En toch gecombineerd met wit, het mag niet saai worden, er moeten ook wat spelingen zijn. En als ik dan zie bepaalde beeldhouwwerken, zoals dit van Dirk de Keizer, weer in diezelfde tinten, dat schept weer die harmonie en die rust. En daar wil ik toe komen. Uw werk is prachtig. Ja, Denise Manhart is een van mijn partners en haar interieur. Dat was altijd een streling voor het oog en ik dacht, dit past bij mijn kunstwerken. Dus ik moet, als ik een interieur inricht, dan dacht ik aan Denise, want zij heeft smaak ook en feeling. En we zijn er eigenlijk heel rap uitgekomen. Enorm, enorm. Ja. Je bent heel vlug in beslissing.
Hier zien we een prachtige gazaard en dit is ook van een van mijn partners, van Erika Boer uit Evergem. Met het kijkappartement dacht ik van, deze mooie gazaard mag niet ontbreken, want het geeft zoveel sfeer en gezelligheid. En ook dit draagt bij tot alles. Dit geeft sfeer, meubelen, mooie kunstwerken. Het hoeft niet overladen te zijn. Enkele een paar mooie werken maken het geheel. Dit is ook wel nieuw dat ik voor de eerste keer in een woning een lift heb, maar laten we zeggen voor de bezoeker die immobiel is. En op die manier sluit ik niemand uit. Geen trappen en ook gemakkelijk natuurlijk om de beelden te transporteren van het appartement naar de kelderverdieping. Want dit kan soms wel honderden kilo's zijn. Hallo, hallo. Hey. Welkom. Dag Louis. Niet officieel, dank u. Wel gekomen. Je ziet er stralend uit. Ik zie je ook altijd in werk nu. Allemaal een keer strelen. Vanavond is meer de... laten we zeggen... De mensen van Sint-Martens-Laat en de notabelen. Uiteraard al mijn partners. Ja, maar nu is het echt af. Ik loop een keer mee rond. Kom. Ja. Nee, ik moet zeggen, ik geniet zelf elke dag van de galerij. Dus daarom dat ik zei, Jan, ik heb schrik dat ik hier altijd ga willen zijn. En willen. Mijn appartement is zo leuk. Het is gewoon leuk om daar te zijn. Dit is een fantastisch stuk, maar dat is echt voor een tuin als blikvanger. Ja.